Ja, met Martijn. Ja, met oma. Hi. Hi, wat hoor ik? Hij volgt haar achterna. Hoezo? Ja, je moeder zegt dat, dat je even vertrekt daar. Je hebt toch geen, geen schop in de kont gekregen, hè? Zoals Vogelaar. Nee hoor. Nee? Nee, ik ga gewoon terug naar de NOS. Ik vond het heel leuk, 2,5 jaar, maar nou wordt weer tijd voor wat anders. Wat doe jij straks bij de NOS dan weer? Hetzelfde wat ik de vorige tijd deed? Of iets anders? Wat is dat? Nou, ik ga wel weer nieuws lezen, maar ik ga ook andere dingen erbij doen. Oh ja, dus dat is toch anders dan de vorige keer? Ja. Nou, dan is het goed. Maar dan moet je luisteren. Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd of jij ook net als Vogelaar een oprotpremie krijgt. Nee, tuurlijk niet. Ja, die krijgt Vogelaar toch wel, neem ik aan. Die moest weg en ik ga vrijwillig weg. Krijg je een bonus dan? Nee, die krijg ik ook niet. Ook niet? Nou, zeg. Ja, en dit is nog een weekje en dan, dan ben jij dus ook nooit meer op de radio. Wanneer hou je ermee op? Volgende week woensdag. Volgende week woensdag, nou. Dan ben ik bang dat dit de laatste keer is. Hè? Ja, misschien wel. Nou, dan neem ik afscheid van de luisteraars. Ja. Hè? Dus ik zou zeggen, heel veel goeds. Je weet het, hè? Altijd de slogan houden. Hé, daar gaan. Hè? Dan gaat alles goed. Nou, Martijn, slaap ze. Doe ik. En dan zou ik zeggen, tot kijk. Dag, oma. Ja? Aju.